Woensdag werd in Nijmegen Boomfeestdag gevierd. Zo'n 2060 groepers van 32 scholen deden mee aan de actie, waarbij in totaal 4000 stenen moeten verdwijnen voor ruim 6000 bomen en planten. De actie vormt de start van operatie Steenbreek, die zich erop richt om minder tegels en meer groen in tuinen en openbare ruimtes te krijgen. Daardoor zou overvloedig regenwater makkelijker in de grond kunnen verdwijnen. Bij de actie waren ook de wethouders Tiemens, Helder en Zoetelief aanwezig.